We staan aan het begin van een totaal nieuw tijdperk. Jammer genoeg is het zo dat kankercellen meestal niet als vreemd worden herkend door ons afweersysteem. Het zijn uiteindelijk getransformeerde eigen cellen, wat maakt dat de afweercellen ze vaak niet als vreemd herkennen en ze dus ook met rust laten. CAR-T-therapie gaat nu net die afweercellen gaan richten tegen de kankercellen en dat maakt het echt wel heel uniek als therapie. Niet in kramp. En cellen zouden bij mij weggenomen worden en die worden dan opgestuurd naar Amerika. Die worden daar bewerkt en na een maand krijg ik die terug in de hoop van dat ik genees. Dat is mijn grote hoop. Want ik heb al heel veel therapieën gehad, eigenlijk alles wat voorhanden is op het moment. En alles helpt een tijdje, maar niet lang, soms maar een jaar, soms nog minder. Vandaar dat ik er nu wel naar uitkijk en dat ik hoop dat dit echt wel de oplossing is. Specifiek voor die patiënten zijn er dan de CAR-T-cellen gekomen. Patiënten die geen andere opties hebben, krijgen nu plots ineens nieuw perspectief op leven. Of op langer leven. Hè. Met goede levenskwaliteit. En dat eigenlijk was bijna ondenkbaar.